hier even bij mij op het podium. Dames en heren, laat jullie eens helemaal gaan. Miss Limburg Internationaal van vorig jaar, Lotte de Schutter. Ja, met die jurken, dat is toch altijd wel iets. Ben ik blij dat ik dat niet moet aandoen. Lotte de Schutter, dames en heren. Lotte, je hebt hier vorig jaar een mooi parcours afgelegd. Hoe was het vorig jaar als je gekroond werd tot Miss Limburg Internationaal? Wat ging er toen door jou heen? Ik besefte niet veel. Ik was op weg naar huis, kwam ik door van oké, ik ben nu Miss Limburg. Ja, je had het niet verwacht, hè? Nee, ik had het niet gedaan. Wat heb je zoal gedaan? Want je hebt nu een jaar als Miss Limburg Internationaal moeten optreden, dus ik veronderstel dat je al wat dingen gedaan hebt ondertussen. Ja, ik heb verschillende fotoshoots gedaan, catwalks en aanwezig zijn op bepaalde evenementen. En vond je dat leuk? Ja, tuurlijk. Ja, zeg, wat zijn jouw toekomstplannen? Want jij studeert nog. Hoe ziet dat eruit? Ga je nog verder studeren? Ga je werken? Ja, ik ga eerst nog verder studeren en daarna ga ik werken. En wat ga je verder studeren? Misschien ergens in dat later. Oké, maar je hebt nog even tijd, want je zit nu in je laatste jaar. Dus in september moet je een keuze gaan maken van wat je verder gaat doen. Oké, wat deed je nu het liefst? Hè? Want je hebt fotoshoots gedaan, je hebt modeshows gedaan, je hebt acte de présences gedaan. Wat vond je nu het leukste van allemaal en waarom? Ik vond het leukste van de modeshows, omdat je dan met meerdere meisjes gaat en je waart ongeveer. Oké, okay, ja, inderdaad. Leuk, want ja, het fotoshoot, dan ben je er maar alleen natuurlijk. Ik heb hier, dat ga je niet graag doen denk ik, maar ik heb een paar tegenstrijdigheden opgeschreven om de mensen eens te laten ontdekken wie dat Lotte de Schutter eigenlijk is. Dus ik ga jou twee dingen zeggen en dan moet je één van die twee dingen eruit kiezen. En dus het eerste wat ik hier staan en op mijn papiertje is, dat is een vuif of een discotheek. En waarom? Vuif. En waarom? Als je naar de discotheek gaat, moet je een beetje mooi gekleed zijn en dan is ook verder van meestal. Oké, okay, maar dan gaat mijn volgende vraag misschien al meteen beantwoord zijn. High heels of sneakers? Sneakers. Oké, okay, vandaag heb je wel je high heels aangetrokken. En dan als je op vakantie gaat, het strand of de bergen? Bergen. De bergen, ga je graag skiën? Ja. Oké. Okay. En die sneeuw, vinden dat dan niet te koud? Goed aankleden. Oké, dat hebben we hier vandaag niet nodig onder de slot. En dan een hamburger of een slaatje? Hamburger, een goede maaltijd kan doen. Voilà, daar hoor je het eens van een missen. En dan een romantische film of een thriller? Thriller, een beetje spanning, ja. En kijk je dan liefst als je naar een film gaat helemaal alleen of ga je dan met zo'n hele groep? Met vrienden, dat kan wel worden. Oké. Okay. En dan als laatste vraag, heb jij nog een goede raad voor eerst de finalisten allemaal, maar straks voor jouw opvolgster, die nieuwe Miss Limburg Internationaal, heb je nog een goede raad voor haar? Voor de kandidaten zou ik zeggen, geniet van het moment. En voor de nieuwe Miss Limburg zou ik zeggen, geniet van het jaar, want het is snel voorbij. Absoluut, het gaat heel snel. Lotte, ik laat de catwalk nog één keer hier speciaal voor jou en ik help jou dan hier dat trapje wel af. Lotte de Schutter, dames en heren.